Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de invoering van de digitale euromunt. Mensen uiten hun zorgen en vragen rondom deze ontwikkelingen. Bij mij aan tafel voorganger Peter van der Weert. Goedenavond, meneer van der Weert. Goedenavond. Als eerste heel kort, wat is een digitale euromunt? We kennen natuurlijk bar geld, briefjes. Hè, dat geeft de ECB uit, Europese Centrale Bank. Munten en briefgeld, dat is niet gerelateerd natuurlijk aan de persoon. Je weet ook niet wat iemand uitgeeft. De digitale munt is eigenlijk wat wij kennen, het meeste van de crypto. Hè, dat is tegenhanger eigenlijk en is ook anoniem. Dat is een probleem, maar voor heel veel mensen vinden dat juist heel fijn. De Europese Centrale Bank wil eigenlijk daarop reageren en een eigen digitale munt uitgeven om het eigenlijk weer een beetje in de hand te houden wat er allemaal gebeurt. Wat voor voordeel ziet de EU in zo'n digitale munt? Nou, wat ik zeg, die cryptomunten, het nadeel daarvan is, kijk, het hele geldsysteem is altijd wel onder controle van de overheid geweest. Zowel het baargeld, hè, gewoon de munten en de briefjes, als het girale geld wat via de banken loopt. Daar is goed toezicht ook op te houden in de zin van wat gebeurt er ook rondom witwassen en dergelijke. Een digitale munt, zoals cryptomunten, die anoniem zijn, die kunnen voor alles worden gebruikt. Daar heb je geen zicht op. Daar kan dus ook makkelijk wit gewassen worden. Dat kan makkelijk ook gechanteerd worden met dat daar geld naar over moeten maken. Want het is niet zichtbaar waar het naartoe gaat. En daar willen ze onder andere, denk ik, grip op krijgen. Ja. Nou is dit niet zomaar een stap. Is er in de media en de politiek genoeg aandacht voor de weg die hier nu ingeslagen wordt? Nou ja, op het moment natuurlijk wel. Alleen ja, het is al een heel ver gevorderd stadium. Hè. Het lijkt er veel op dat er al hele lange voorbereiding is. Misschien ook wel als reactie op de cryptomunten. Om hier wat tegenover te stellen. Ook een digitale munt, maar die is dan niet anoniem. Hè. Dus in wezen gaat de centrale bank van een anoniem systeem, wat ze hebben in muntgeld een briefgeld, naar een systeem wat wel gecontroleerd kan worden. Ja. Wat is het standpunt van de Nederlandse regering dan, wat betreft deze munt? Nou ja, het lijkt erop dat de regering afstevend op meegaan in dat wat de Europese Unie daarin in wil doen. Alleen, ja, er is ook verzet natuurlijk. Hè. Verschillende partijen, Forum voor Democratie, Ja 21, SP, die hebben allemaal toch wel heel erg hun bedenkingen over deze munt. Ja, minister Kaag die zegt dat de digitale euro niet programmeerbaar gaat worden. Gelooft u dat of is dat eigenlijk een manier om ook mensen eigenlijk mee te krijgen in deze beweging? Ja, ik zou bijna zeggen, ik heb dit eerder gehoord. Kijk, we hebben natuurlijk al wel wat ervaring met bijzondere omstandigheden rondom de politiek. Dat hebben we in de coronatijd gezien. En met name zie je dan dat rondom wat wordt aangegeven als bijzondere omstandigheden er hele bijzondere dingen ook kunnen plaatsvinden. Dat kan natuurlijk dit ook. Als je zegt, het is niet programmeerbaar, ja, dat kan zeggen, dat kun je nu zeggen. Maar ja, straks is een andere overheid, die maakt weer andere wetten. Natuurlijk is het wel programmeerbaar. En dat betekent dat er ook een controle kan komen op waar je geld aan uitgeeft. Heeft ons parlement überhaupt nog inspraken hierin of is dit in Brussel allemaal eigenlijk al besloten? Nou, het lijkt erop dat het in een vergevorderd stadium is. Het zou mij verbazen als hier nog een weg terug is. Ja. Nou, wat gaat die digitale munt nou voor ons als burgers betekenen? Waarom is er veel kritiek op? Nou ja, kijk, op zich werken we al heel lang met een digitale munt, als het ware. We betalen met een pasje. Dat is wel nog steeds giraal geld. Oftewel, dat loopt via commerciële banken. Met ook bepaalde risico's natuurlijk. Banken kunnen omvallen. Maar ja, of we nou vanuit een pasje betalen of vanuit een rekeningnummer bij de ECB, via onze telefoon blijft het digitaal geld wat we uitgeven. We zien het geld niet meer. We hebben het steeds minder in handen. Alleen, ja, de consequentie die het kan hebben is dat er een bepaalde controle op uitgevoerd kan worden. En dat is ook de kritiek die er is of de bedenking die erbij is. Er wordt ook al wel gesproken over zulke plannen, hè? Bedragen van boven de 100 euro te gaan monitoren. Ja, te gaan monitoren. Dat gaat nu dan nog wel over het systeem via de banken. Maar als je alles centraal hebt, dan nu is er ook nog een soort ondoorzichtigheid in. Je hebt heel veel verschillende commerciële banken. Als dat allemaal in één instituut zit, dan dat kan zomaar ook naar een totalitarisme
monetaristisch systeem gaan, waarin een grote controle is. Je krijgt de overheid te veel controle. Zeker, en dat is natuurlijk in de geschiedenis gebleken niet altijd heel erg goed te gaan. Nee. Nou zijn ook andere landen al bezig met zo'n digitale munt. Ja. Is die opkomst nog te stoppen, denkt u? Ik denk het niet. Nee. Dat lijkt me niet. Nee, dit gaat die kant op. Kijk, China doet dat natuurlijk. En daar is een totalitaristisch systeem. Daar zullen alle landen in volgen, denk ik. Ja. Hebben wij daar als burgers dan nog inspraak in? Nou, heel weinig. Dat blijkt. Europa maakt steeds meer uit. En kijk, we spreken over een democratie. We stemmen natuurlijk ook wel. Alleen, ja, er zijn toch ook wel veel krachten, bewegingen waarvan je zegt, ja, wat voor grip is er nog? Of wat voor een democratie is nog sprake van? Nu wordt er gesproken over een Europese munt. Is dat een stap naar een wereldmunt, een wereldbetaalmiddel? Dat zou ik niet uitsluiten. Dat kan. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Hoe kijkt u vanuit Bijbels perspectief naar deze ontwikkelingen? Ja, dat is eigenlijk ook een reden om te denken dat het er gewoon komt. Dit wordt natuurlijk in de Bijbel min of meer voorzegd. Hè? In Openbaring 13, vers 17, daar wordt iets gezegd over het merkteken. Nou, daar is heel veel over gedacht en gezegd. We zullen zien waar dat naartoe gaat. Maar daar wordt wel iets gezegd over de mogelijkheid om kopen en verkopen te koppelen aan een bepaald akkoord wat je geeft. En ja, tot een aantal decennia geleden konden we ons niet voorstellen hoe het in vredesnaam mogelijk zou moeten zijn om een burger te beperken in wat hij kan kopen en verkopen. Maar als al het baar geld eruit gaat, als we niet meer gewoon met munten kunnen betalen, maar alleen nog maar digitaal, ja, dan is het één vinkje verwijderd van wel of niet met je boodschappen bij de supermarkt weglopen. Dus het komt steeds dichterbij en wat dat betreft is het ook niet helemaal een verrassing. Nee. Kunnen we die digitale munt dan antichristelijk noemen? Nou, kijk, je bent pas in een situatie terechtgekomen, zoals beschreven wordt in Openbaring 13, op het moment dat je dus ook akkoord moet gaan met iets wat duidelijk antichristelijk is of tegen God ingaat. En dan is er een grens waar je over gaat. En ik denk dat we daar heel scherp op moeten blijven. Kijk, rondom, hè, toen we op de pasjes een chip kregen, toen waren er ook hele spannende verhalen van, ja, dit is antichristelijk. Ja, daar is nog niks antichristelijk aan. Maar dit leidt er wel gemakkelijk toe om de mensheid te dwingen tot, ja, je zou kunnen zeggen, te buigen voor het beest. Hè? Of, en uiteindelijk dus wel keuzes te maken die anti-God zijn. Hoe moeten we daar dan als christenen mee omgaan met dit soort ontwikkelingen? Nou, je weet dat het komt. Het staat niet voor niks in de Bijbel. Hè. God heeft natuurlijk deze dingen voorzegd. En het is ook niet zo dat vanuit de hemel hiernaar gekeken wordt van die zagen we niet aankomen. Dit is heel duidelijk een ontwikkeling die een bepaalde kant op gaat. En die in het eschaton, in de eindtijd gedachte, ook heel duidelijk een plek heeft. Dus ja, ik denk dat we niet anders kunnen dan tot op zekere hoogte meegaan in het systeem tot het moment, ja, waarop we zeggen, maar nu kan het niet meer, want nu moet ik iets doen wat haak staat op Bijbelse uitgangspunten. Wat zegt het over Gods karakter dat hij dit eigenlijk al heeft laten zien aan ons? Nou, dat hij goed voor zijn kinderen zorgt en dat hij ons voorbereidt en waarschuwt. Kijk, als Jezus ook spreekt over de weeën, hè, die voorafgaan aan de eindtijd, ja, dan weten we dat er tijden aankomen die pittig kunnen zijn, hè? Waar een stuk vervolging, dat kennen wij in Nederland nog helemaal niet, in andere plekken van de wereld wel, maar ik denk dat we ons daarop voorbereiden? Daar moeten we ons zeker op voorbereiden. Ja, daar moeten we echt over nadenken. Dat we, ja, toch goed geworteld zijn in Gods woord en in de waarheid. En ons ook, ja, je kunt beter voorbereid zijn op iets wat, dit gaat komen. Ja. Dit gaat komen en dit, er komen echt heftiger tijden. En ik denk dat het belangrijk is als gelovigen daarvoor afrekening mee te houden. Meneer Van der Weert, ik wil u heel erg bedanken voor uw toelichting vandaag. Graag gedaan.